Het is je boy QC. En welkom bij een nieuwe video. Oh man. Ik word er steeds beter in. Ik maak mij zorgen. Oh man. In ieder geval, we zijn er weer met een nieuwe video. En wij gaan vandaag reageren op burenruzies die in principe te heftig zijn voor tv. Dus burenruzies die zijn gefilmd door omstanders. Door buren. Weet ik veel wie allemaal. Maar in ieder geval, burenruzies die niet op tv zijn gebeurd. Let's go! Ik heb er zin in. Vergeet niet te abonneren. Zou fijn zijn. Dank u zeun. NS. Lekker edit de NS vandaag. NS. Burenruzie gaat compleet fout. Heftige reactie. Dit is wel een YouTube 2016-17 titeltje. Gaat compleet fout. Heftige reactie. Mijn vader gestikt in lasagne. Ja, dat waren die titels, jongens. Dat waren die titels. Ik ben benieuwd. Dus weer sowieso met een telefoontje. En die zijn toch altijd iets rauwer. Bij tv vinden ze toch wel vaak dingen te heftig en halen ze het eruit. Dus ik ben benieuwd. Maar je moet niet praten tegen deze mensen. Want deze mensen, daar valt een beetje praten. Want je praat niet tegen je buren. En dat ben je een beetje... Oh. Ik denk dat jullie echt hulp nodig hebben. Jullie hebben echt hulp nodig. Ja, dit begint nu al geweldig. Ik vind dit nu al mooi. Oh man. Een of andere manier heb ik een zwak voor als mensen heel hard doei zeggen of daag. Ja, we kennen natuurlijk allemaal het bekende fragment. Ik hoef niet te tanken, schat, oké? Okay? Ah! Precies dat. En jongens, we zitten pas 15 seconden erin. Doei! Jullie hebben hulp nodig, echt waar. Oh. Doei! Hoe vaak heeft hij al doei gezegd? Ik snap er nu al geen pepernoot meer van. Oh man. Dus dit is volgens mij... Ja, hun hebben samen ruzie met de persoon die hier binnen staat. Volgens mij een vrouw. En wat ik niet snap is, zeg maar... Hun gaat toch weg? Waarom blijven hun dan doei zeggen? Zeg maar, normaal zou het andersom moeten zijn. Van ja, maar ga maar nu maar weg. Doei, dag. En dan blijven die mensen staan. Deze persoon is gewoon thuis. Deze persoon heeft alle recht om hier te blijven staan. En niet weg te gaan. Deze mensen moeten weggaan. Oh, hoe ken ik dit filmpje nog niet? Prachtig. Dag. Hebben jullie medicijnen al genomen? Oh, ze gaan weer door. Doei. 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 Ik ben weer met stomheid geslagen. Maat, wat maak ik mee? Oh, volgens mij komt het er ook op neer dat hij altijd gewoon zeggen doei, dag. Maar dit is zijn vrouw, hoogstwaarschijnlijk. En die blijft doorgaan. Maar hij moet eigenlijk tegen haar zeggen, kom, we gaan. En dan zegt hij doei en dan gaat hij weg. Maar hij durft ergens haar niet te benaderen. Dus hetgeen wat hij eigenlijk op haar wil afreageren, reageert hij nu af op... Mevrouw die achter de ramen staat, ja. Het is een manier van, wanneer je de broek thuis niet aan hebt. Ja, doei, dag. Ja. Alleen maar vriendelijk. Oh, alleen maar vriendelijk. Vriendelijke dingen. Onze wat, Porsche? Nou, die wil ik wel hebben. Is dat best vriendelijk? Doei. Doei. Ja? Besef dat hun gewoon nu ruzie krijgen met elkaar. Dus het begon allebei met... Jannie, ik ben die buren helemaal zat. We gaan er nu naartoe. Is goed, Jan. We gaan samen. Ze gaan vervolgens naar de buren toe. Beginnen te schreeuwen. Vervolgens willen ze weggaan, krijgen ze ruzie met elkaar. Ja, dat gaat lekker. Dat houdt stand. Nee, ik vind het een beetje raar hoe jullie doen, maar... Een heel gezinkte programma. Doei! We zijn uitgepraat. Doei! Ze gaan. Hey, oh, toch niet? We gaan. Doei. Schuifluis. Doei. We gaan. Je huwelijk is niet kapot. Wacht. Ik mis volgens mij wat. We moeten even terug. Want ik heb iets niet gehoord. Want hij blijft er ook heel de tijd doorheen schreeuwen. Ik weet niet hoe vaak hij doei heeft gezegd. Kunnen we een counter doen? Elke keer dat hij doei zegt. Doei, dag. We gaan.
Weet je, schuin luisteren. We gaan. Schuin luisteren. Schuin doei. Ja? We gaan. Mijn huwelijk. Weet je, je huwelijk is niet kapot. Ah, jongens. Het Ik ga jullie uitleggen wat zo grappig is. Besef. De vrouw en man werken niet echt goed samen. Ze krijgen meer ruzie met elkaar, terwijl ze ruzie met de buren moeten hebben. Vervolgens zegt zij, mijn huwelijk is kapot. Die man krijgt het besef van, wat? Huwelijk kapot. Huwelijk is niet kapot. Man. Ah. Dus tijdens buren ruzie maken, besef je gewoon eens van, hé, wacht even. Er komt een echtscheiding aan. Hoe bedoel je? Huwelijk kapot? Huwelijk is niet kapot. Doei! Ah, oh, man. Hoe blijven we deze pareltjes vinden? Dat doet jou. Wij gaan niet op straat. Oh ja! Dat doen wij niet! Ik kan niet eens. Dat doen wij niet. Dat is heel stom. Ik kan niet eens lachen. Dat is heel stom en dat blijft heel stom. Moet je nog even bellen? Doei! Maartje. Doei! Foto's maken, filmpjes! Dus ze blijven ook bezig. Dankjewel. Oh, oh, ze heeft wat gezegd. Ja, ja nee, nu kom je niet meer vanaf. Heel rustig. Ja, doei. Zo kom jij bij doei. Zo kom jij hier bij ons. Hè? En wat deed je? Ik zal je wel even vertellen. Mag je van de wc? Nou, ik mag helemaal niet van jou. Nee. Ik mag helemaal niks. Ik wist nog steeds context. Je bent de goeie. Nou, dit is de beste smoes die ik ooit gehoord heb. Oh, is de boom dat ze de wc niet mag gebruiken? Ja, ik zei, we zullen een kop koffie drinken. Ik zei, je bent de goeie. Nou, dit is de beste smoes die ik ooit gehoord heb. Een vrouw die gewoon bang is voor de concurrent. Ja, je loopt alleen maar een jack met velletje rond. Omdat je eigenlijk een schijf, je durft niet eens... Ik snap nog steeds waar het over gaat. Ja. Maar ze praat wel iets rustiger nu. Oh. Zeker kapot maakt. Ja. Er komen kinderen aan, dit is geen goed voorbeeld. Oh, hij doet het wel! Oh, 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 nee, nee. Ze was net ready om weg te gaan. Ze had net haar laatste gammetje gehaald. Ze dacht, ja, ik heb gezegd wat ik wil zeggen. Nu naar huis. Toen zei ze, hey, doe je even rustig. Er komen kinderen aan. U bent geen goed voorbeeld. Ja, ja, nee, nu komen we helemaal niet meer vanaf. Oh, en jullie wel? Oh. Je bent een rotte kinderen. Je bent een rotte kinderen. Dat is niet de bedoeling. Ik ben afgelopen met een rotte kinderen. Heb je ook beseft hoe rustig deze man is geworden na het zinnetje van het huwelijk heb je kapot gemaakt? Die man is daarna gelijk rustig geworden. Die man is in zijn hoofd bezig van, wat bedoelt zij nou? Huwelijk kapot? Ik weet van niks. Hij is compleet rustig geworden. Ah, oh, man. Mevrouw, wat doet u hier met een pakje condoom? Dit is wel een hele grote pak. Oh, man. Dit is voor een hele leger. Hier gaat de video helemaal niet over. We gaan door. Hey, NS. Ben jij lekker aan het editen, jongen? Ben jij lekker filmpjes aan het knippen? Vind je het nog een beetje leuk bij mij werken, NS? André Ponk wordt aangevallen door buurman. Nee joh. Waarom zou je André willen aanvallen? We kennen allemaal wel André toch? Even een fotootje in beeld. André Ponk. We kennen hem allemaal. De man die altijd lacht. En aanvallen. Kom op man. Je gaat geen Andréetje aanvallen toch? Ik moet wel zeggen. Oh. Ja, ik moet wel zeggen, André Ponk staat op te treden waarschijnlijk ergens in de nacht. Het is heel erg donker buiten. Waarschijnlijk is het al 11 uur. André is ook zo'n type, daarvan zeg je van, joh, kom gewoon een half uurtje optreden. Die man komt langs om 9 uur en om 11:30 staat hij er nog steeds. Maar ik kan wel snappen dat er misschien buren zijn
die lichtelijk geïrriteerd raken door het feit dat André 2,5 uur aan het doorgaan is. Kan ik ergens begrijpen. Maar dan hoeft hij niet aangevallen te worden. Oh, daar komt de drop. Oh, wacht. Je gaat niet zeggen. Maar dat zou prachtig zijn. Als hij precies op de drop wordt neergehaald. Ja, dan... Dan mag het. Dan mag het. Ja, dan oh, alsjeblieft, laat dat gebeuren. Nu komt de drop. De drop komt nu. Ah, man, dat zou zo mooi zijn. De drop komt. Ja, dit is mooi. Dit is mooi. Oh, man, precies waar ik op had gehoopt. Ah, lekker, man, André. Ah, heb je helemaal naar het moment toegewerkt. Man is betaald voor een half uur. Staat er 2,5 uur. Hij is zeg maar 2,5 uur... aan het optreden en hij denkt, weet je wat, we gaan afsluiten met een banger. Dit wordt het laatste song. Kijk, hier komt de drop. De drop waar iedereen op heeft gewacht. En buurman denkt, nee man, pak af. Man, don't do André like that, man. Ah, man. Het is niet nodig. Het is niet nodig. Oké, we zien hier een man voor een deur staan met een knuppel. Ziet er heftig uit. En ja, zoals je ziet, dat is niet echt een burenruzie die we zijn gewend van tv. Dit is meer gefilmd met een aardappel. Maar goed, dat mag de pret niet bederven. Doe de deur eens in, Bas. Oh, laat hem open. Oh, dat is al een trapje. Ah, dit overkomt mij alleen weer. Dit is helemaal geen knuppel. Ik dacht dat het een knuppel was om zijn huis te rammen of iets. Maar nee, meneer heeft een wandelstok. Kan ook. Die kan je ook gebruiken. Kan ook aardig wat damage aan doen. Alleen die meneer moet wel oppassen dat hij niet naar achteren tieft hier. Want hij is niet helemaal stabiel. En dan zegt hij, oh, nee, jongens. Nee, dat zeg je niet omdat hij een wandelstok heeft dat hij niet goed kan lopen. Zo bedoel ik het niet. Maar hij is gewoon een beetje niet stabiel. We gaan gewoon door. We gaan mij niet in dat hoekje zetten. Oh, je bent weg. Ik breek je de nek. Kom hier. Doe je deur los. Jij is heel boos. Kom maar dan. Oh, maat. Kom je deur los. We missen context. Kom hier. Oh, kijk, daar komt hij weer. Oh. Geraad de kip. Kom maar dan. Ja. Back. Oh. Doe die deur los! Oh nee. Verkiezen verkrachten. Doe die deur los! Kom. Hij gooit de bek en moet je nou de deur los doen. Wat zei die naar dan? Moet heel eventjes terug hoor. Kom back. Doe je deur los! Parkiet, verkrachter. Parkiet? Wat heeft zijn parkiet ermee te maken? Ik heb veel scheldwoorden voorbij horen komen in mijn leven. Veel combinaties ook. Ik kan er zelf ook aardig wat van. Maar parkieten, nou ja, die ken ik nog niet. Ik weet wel dat hij boos is. Cocaïne junker, parkiet, verkrachter. Hij zegt het weer. Doe die deur eens, Gasta. Meneer, dit zijn wel heel veel scheldwoorden. Ik heb een maatschappij, waarom ben je niet kwaad? Want ik sta bij jou aan de deur, dat doe ik nou. Ja, is voor mij wel eigenlijk niet te fijn. Doe jij het genoeg? Meneer. Wat ben je dood? Weet je wat ik altijd bij mezelf denk? Ja, als jij 10 keer op een deur schopt, ja, dan denk je van oké, misschien heeft hij maar nog een paar trappen nodig en dan is die open. Als je ongeveer bij de 20 zit, is de kans groot dat jouw been niet sterk genoeg is om die deur open te trappen. Je been is te zwak. Nee. Wacht. Ik bedoel niet dat zijn been zwak is omdat hij een wandelstok heeft. Dat zeg ik niet. Maar als jij 20 keer trapt met welke been dan ook, of je been nou van gips is of van porselein of van vlees en bot, boeit mij niet. Als jij 20 keer tegen een deur trapt, dan heb jij blijkbaar niet genoeg kracht om een deur door te trappen. Dat gaat niet helpen. En dat elleboogje ook niet. Ik trek je pilletje van je... Pilletje van je scrotum af. Ja, je hebt begrepen. Ja, dit is wel een dreiging. Als iemand tegen jou zegt, ik trek jouw brilletje van je scrotum af. Dan... Ja, maat, meer geïntimideerd kan je je niet voelen. Doe die deur af. Oh. Andere tactiek. Doe maar. Missie mislukt. Hij heeft niet open gekregen. Ook niet naar zoveel trappen. Ik weet nog steeds de context niet. Ik snap het nog steeds niet. Maar, het heeft iets te maken met cocaïne en parkieten. De koptelefoon is af. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken, te subscriben. Vooral subscriben, want 100k gaan we niet meer halen. Maar ergens van 23. We hebben het geprobeerd. Het is niet gelukt, maar gaan we lekker. Jongens, bedankt. Ik hou van jullie. Later. Ja!